Lieve mensen, vandaag ben ik op bezoek bij Jordi Meeuwissen, die voor het eerst meedoet aan het wereldkampioenschap Duitsen. Een jongensdroom die uitkomt. In het dagelijks leven is hij een glazenwasser. En ik ga hem aan de tand voelen waarom wij hem moeten volgen tijdens het WK. Let's go. Ik ben benieuwd of je open doet, hoor. Hey Jordi. Goedemorgen. Donny. Goedemorgen. Aangenaam. Ik heb vernomen dat jij in het dagelijks leven een glazenwasser bent. Dus ik zou graag met jou een dagje mee willen lopen als het kan. Tuurlijk. Loop mee en dan gaan we even omkleden. Is dit voor je dartpijlen en je dingetjes? Ja, speciaal voor jou, ja. Lekker, man. Kun jij ja, je peukjes ingooien? Kan ik hier even mijn glazen ingooien? Het is eigenlijk wel lekker, toch? Gewoon tijdens het spelen. Dat je dan gooit en denk, wacht even. Ik heb druk op die dubbel. Even een nippie nemen en dan ga je weer door, ja, man. Ik vind een bepaalde techniek met glazenwasser, zeg maar. Eerst soppen, dan zeven. Eerst soppen. Ja. Dan ga je sponsen. Ja. En dan ga je wissen. Ja, ik vind wissen ook altijd wel lekker, want dan vergeet je van alles toch? Ja, hè? Ja, dat is wel het lekkerste, ja. Nou, als laatste gaan we nog een bodywarm met je doen. Ja, want ik zou je graag willen helpen, maar ik vernikkel een beetje van de kou. Ja, dat snap ik. Nou, hij gaat voor mij een bodywarmpje pakken. Dat vind ik zeer attent van Jordi. Hij is een zeer beschaafde jongen, goed opgevoed. Ja, heerlijk hoor. Hij zit als gegoten. It's meant to be. Ja, man. Nou, en Jorie, gaat het? Ja, gaat lekker. Beetje koud, maar... Ja, vandaar sta ik binnen natuurlijk. Hè. Ik ben het showpaadje en jij bent het werkpaadje. Ik snap het. Als we het hebben over darten, dan hebben we natuurlijk ook over het opkomstmuziekje. Dat gaat hand in hand samen met elke darter. Wat is jouw opkomstmuziek? De hum. Glazen wassen. Ik ben een glazen wassen. Glazen wassen. Ik ben een glazen wassen. Eigenlijk moet je met zo'n ding opkomen en dan moet je gaan zeeën op de podium zo. Eigenlijk wel, ja. Je mist een stukje daar, man. Hoe voelt het om op je eerste WK te staan? Wat gaat er nu door jou heen? Het is een droom die uitkomt en ik ga er gewoon heel erg van genieten. Ik train er goed voor, dus alles kan er gebeuren. Lieve mensen, wij zijn aangekomen bij de Gouden Regenbar. Dat is een legendarische tent, want Raymond van Barneveld heeft hier zijn pijlen leren gooien. En Jordi speelt hier competitie. Nou Jordi, ik denk dat we aardig zijn warm gedraaid. Ik denk dat het tijd is om even een competitietje aan te gaan. Laten we gaan doen wie het eerste de boel zijn raakt. De dubbele boel, de rode, voor 50 euro. Steen, papier, schuim. Bam! Ik mag beginnen. Door niet beginnen. Ja, man. Bam! Zagen jullie dat? Met één pijl. Dat is 50 euro, gabber. Ja! Ja! Kijk even. Die zit er wel heel mooi in, hoor. Hey, dankjewel. Je bent een man van je woorden, daar hou ik van. Jordi, je bent een glazenwasser in hart en nieren. Ik hoop dat je op het WK mag zegevieren. Je hebt een dartstijl van een hele mooie, maar gooi hem niet uit op de dubbele boel, want dan ga je het verklooien.